Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Beginnen met boogschieten is niet gemakkelijk als je er alleen voor staat. Nico Pifroen vindt dat je daarom best een goede club zoekt, waar ze je de techniek leren en ook je materiaal goed afstellen. Ik ben Nico Pifroen, 43 jaar en schiet 30 jaar met de boog. Ik ben begonnen door mijn broer, die er ook aanwezig is, en mijn vader. Hoe begin je er best aan? Ja, met heel goed materiaal, met een boog van de occasieboogje, denk ik. Hoeveel moet je dat doen? Ja. Zoveel mogelijk. Train. Zoveel mogelijk. En wat moet je dat doen? Ja. Een goed club zoeken, met de goede mensen, dat je goed kunt begeleiden en je materiaal kunt afstellen. Dat is het belangrijkste. En doelschieten is zeker een specialisatie. Dat is alle dagen uren en uren proberen, trainen, proberen. Doelschieten is iets gevaarlijker ook. Je schiet met pijlen, met staande punten in. Het gaat over het puntensysteem. Je hebt er natuurlijk een Olympische discipline in. Dat is natuurlijk met de lattenbogen, met de recurve. Je hebt een roze schiet ook. Een roos. Een roze, ja. De roze is 10 punten, de buitenste roze is 9, dan 8, 7, 6. Zo gaat dat verder. Je schiet op Olympische wedstrijd, is 70 meters ver. Hier is dat de 17 meters, nou de hoogste vleugel is 17 meter liggende. Doelschieten is 70 meters. Dus dat is wel iets anders. En plus je schiet met een recurve boog, met een lattenboog. Die iets wat minder jaagt natuurlijk, of een katrolboog, of met wielkes. Moet al veel techniek, veel training en veel aanleg voor nemen. Enorm veel. Dan ben je, zitten hier wel twee hele goede doelschutters binnen. Die met de recurve schieten, die zelf internationaal mee schieten, wedstrijden een heleboel. Maar daarvoor moet je echt zot veel trainen en technieken aanleggen. Boogschieten is echt meer tennis of veel ander sport. Het is geen fysieke sport, het is meer een technische sport. Dat kun je alleen maar aanleren in een hele goede club. Ik ken dat toevallig aangeleerd door mijn broer en mijn vader, die zei van ik wil een keer mee gaan schieten met een boog. En 17, ja, doen dat mag te eren, ik doe niet anders, ik kan al mijn andere hobby's laten varen. Zijn van boogschieten is echt een toffe sport. Plezier van een veulken af te schieten, maar dat veulken te zien vallen of naar beneden te komen. Er is voor een krijgen in de plaats, Naturaprijs of vlees of geld. Het is een volkssport. Aan de toegang, kameraadschap, pintje drinken, plezier, leuten. Dat is boogschieten. Met tekort aan jeugd, dat wel. Ja. Dus, wat de jeugd allemaal hetzelfde wil, allemaal met duurste materiaal schieten. Beste materiaal en eerlijk zijn voor vader en moeder, het kost redelijk wat geld. Allee ja, een deftige boog, beneden de 1000 euro, allee ja. Een occasie boog natuurlijk wel, maar dat is wel allemaal een nieuw en ze zijn het schoonste vizier in en beste materiaal in en het kost allemaal enorm veel geld. Allee ja, voor een beginner. En in het begin is dat echt niet nodig. Ik ben begost over met een leenboosje van mijn broer. Ik heb dan mijn eerste boosje zelf gekocht. En occasie, dat kostte 14.000 Belgische frank, 350 euro. En ik ken die nog altijd. Dat is jou.